Ik vind dit dus echt ongelooflijk. Hoe zo'n klein minicameraatje zulke mooie foto's kan maken. Maar hoe doet zo'n minicameraatje dat? Ik heb de telefoon even uit elkaar gehaald en hier zit hij dus, die minicamera. Kijk, deze komt uit een andere telefoon en dit is dus alles. Een complete camera ter grootte van een bosbes. En met dit hele kleine stekkertje is de camera verbonden met je telefoon. Maar wat zit er nou precies in dat minicameraatje? Ik ga hem uit elkaar halen. Allereerst zie je een pakketje lenzen. En die zit in dit beweegbare houdertje. Want dat pakketje moet namelijk heen en weer kunnen bewegen in dat houdertje om automatisch scherp te kunnen stellen. En dat bewegen, dat gebeurt via deze balletjes. Superklein. Dat zijn kogellagertjes. En die lens die beweegt als het ware over die kogellagertjes heen en weer om het beeld scherp te kunnen krijgen op de sensor. En die zit dan weer helemaal hier onderin dat houdertje. De lens zelf bestaat uit een aantal lensjes die op een hele slimme manier op elkaar zijn gestapeld. Kijk, en daartussen liggen dan spacers. Dat zijn deze hele kleine ringetjes. En die zorgen ervoor dat de afstand tussen de lenzen precies goed blijft. Want gebruik je namelijk maar één lens, bijvoorbeeld deze, de groothoeklens, dan zie je dus dat je een heel raar vertekend beeld krijgt. En datzelfde geldt voor bijvoorbeeld alleen de telelens. Dus de ideale lens bestaat uit een combinatie van lenzen. Het beeld wordt uiteindelijk via de lens op dit lichtgevoelige plaatje geprojecteerd. Dat is de sensor. Die sensor die bestaat uit lichtgevoelige puntjes, oftewel pixels. En die zijn op een hele slimme manier gerangschikt in de kleuren groen, blauw en rood. En die pixels zetten dus het licht om in elektrische signaaltjes, waarmee dan dus weer de software van je telefoon daar een plaatje van kan maken. En hoe meer van die pixels er op dit sensortje zitten, hoe scherper die foto uiteindelijk wordt. En die scherpte wordt aangeduid in megapixels. Dus 1 megapixel is 1 miljoen pixels. Nou, deze telefoon heeft een cameraatje van 8 megapixel. Dus dat betekent gewoon 8 miljoen pixels op dit hele kleine plaatje. Dat is toch bizar? Met het beeld dat van de lens komt, kan de software in je telefoon allerlei grappen uithalen. Je kan bijvoorbeeld filters toevoegen of andere toepassingen om de foto helemaal in de sfeer te maken zoals jij dat wil. Maar dat gebeurt allemaal in het computertje van je telefoon en dat heeft dus niks meer te maken met je camera. Ik vind het echt ongelooflijk wat zo'n piepklein cameraatje allemaal kan. En je vraagt je eigenlijk af waarom we tegenwoordig nog met zo'n enorm bakbeest lopen te sjouwen, toch? Ja.